5, 4, 3, 2, 1. Thank you. De dag begint altijd goed. Met van 6 tot 9. Met Edwin Pasveer. Goedemorgen allemaal, de start van 3 uur van 6 tot Noord. Met nieuws, weer, verkeer en muziek. Van 6 tot Noord is een programma dat ik al een jaar of 8 presenteer in de ochtend. Iedere dag van 6 tot 9 uur. En eigenlijk praten we Groningen bij over het nieuws uit Groningen. En proberen mensen ook een beetje lekker wakker te laten worden. Leuke muziek. Aardige verhalen, lekker ontspannen, zodat je met een goed gevoel in de auto stapt of in de auto luistert, naar je werk gaat of thuis het huishouden doet of de kinderen naar school brengt. In ieder geval gewoon een lekkere ochtend op radio. Milieuorganisaties gaan binnenkort weer op zoek naar de donkerste plek in onze provincie. Mijn wekker gaat om 3 uur 's morgens. Ik heb er 4. Eentje, daar word ik altijd op wakker en de andere 3 zijn voor de zekerheid, want ik mag niet te laat komen. Ik ben de eerste die hier binnenstapt. En ik vind het heerlijk 's morgens werken. Je bent lekker in je eentje bezig. Met een paar mensen natuurlijk op de achtergrond. Techniek, redactie die ook druk bezig zijn. De avondredactie die alles voorbereid heeft. Maar ja, dat vroeg opstaan, het biedt zoveel voordelen. Je ziet Groningen wakker worden. Je probeert mensen een beetje een leuke sfeer te geven 's morgens. En ik doe ook wel eens televisie. En het voordeel is, ik hoef me niet altijd te scheren 's morgens. Dat zie je toch niet op de radio. Bijzonder een nieuwe woonwijk in Hoge Zand. De nieuwe huizen hoeven er niet aan de regels van de Welstandscommissie te voldoen. Een extra beveiliging voor het afvalbrengstation in Roden, nu inbrekers er bijna kind aan huis zijn. Het is een totaalprogramma, hè, met muziek, met nieuws, met lichte informatie, met serieus nieuws, met reacties, van alles wat. Het nieuws wordt... kun je opzoeken. Soms komt het nieuws ook naar ons toe. Dan hoef je er niks voor te doen. Dan is het een kwestie van reageren. Maar voor de rest wordt het nieuws opgezocht door alle verslaggevers hier op de redactie en de bureauredacteuren natuurlijk. Die zijn dagelijks bezig om de show op een mooie manier vol te krijgen. We gaan er eigenlijk vanuit dat de mensen in de ochtend niet al te heftig wakker willen worden. Een beetje rekening houdend met het ochtendgevoel. Opstaan, krantje, koffie. Nou, dan heb je geen behoefte aan bijvoorbeeld status quo. Laten we dat maar even zeggen. Dus een beetje rustig aan. Het hoeft niet helemaal rustig, dat je er weer bij in slaap valt. Dat is de bedoeling ook niet. En naarmate de ochtend vordert, zal het tempo ook een beetje omhoog gaan. Dus het uur van 6 tot 7 zal iets anders weer klinken als van 8 tot 9. Elke ochtend is weer een feestje. Elke ochtend vind ik het weer fijn om hier naartoe te gaan en om lekker op de radio te zijn.